Goedendag, leuk dat u kijkt naar weer een nieuwe instructievideo van Autolux. Vandaag zitten we in een hele mooie Suzuki Ignis en gaan we het hebben over een van zijn fijne functies, namelijk de cruise control. De cruise control bij de Suzuki Ignis bevindt zich aan de rechterzijde van het stuurwiel. U ziet hier een aantal knoppen zitten om de cruise control te bedienen. Om de cruise control aan te zetten drukt u deze knop in. U ziet nu ook dat bovenin de display van de boordcomputer de cruise control verschijnt. Om de cruise control aan te zetten drukt u het middelste hendeltje omlaag. Je ziet hier ook staan Set en wanneer u dit hendeltje omlaag heeft gedrukt, zal ook de tekst Set achter het logo van de cruise control verschijnen. Op dat moment is de cruise control geactiveerd en kunt u uw gaspedaal loslaten. De cruise control neemt dit dan automatisch van u over. U kunt dan met de plus en min knop de snelheid verhogen en verlagen. Wilt u de cruise control annuleren, drukt u dan op de cancel knop of de rem om deze eraf te halen. Wanneer u op de rem of de cancel knop heeft gedrukt en u wilt de cruise control weer instellen op de vorige snelheid, kunt u door middel van de hendel omhoog doen naar res van resume de vorig ingestelde snelheid weer oppakken. U zal dan ook zien dat achter het logo van de cruise control de tekst set weer verschijnt. Naast de cruise control heeft u ook nog de speed limiter. Deze activeert u door de knop limit in te drukken. Wanneer u dit doet, ziet u een ander logootje verschijnen. Om de limiter in te schakelen, doet u deze hendel naar beneden. U ziet dan dat er nu ook een snelheid staat van 30 km per uur. Dit is de snelheidsbegrenzer en de auto zal dus ook niet harder gaan dan 30 km per uur. U kunt door middel van de plus en min de snelheid verhogen en verlagen. Wanneer u deze snelheid bereikt, zal de auto dus ook niet harder gaan dan de ingestelde snelheid. Wanneer we op de knop cancel drukken, ziet u dat de tekst set verdwijnt en dat de begrenzer dus wel aanstaat, maar niet actief is. Wilt u de begrenzer helemaal uitschakelen, drukt u dan nog een keertje op de knop limit en de begrenzer is helemaal uitgeschakeld. Dit was de video over de instructie van de cruise control in de Suzuki Ignis. Graag tot de volgende video en een fijne dag. Tot ziens!